Nee, ze moeten tillen. Aan de rechterkant nog een stukje van de haven van Mytilene, de boulevard. Markten op het eiland en dat komt omdat eigenlijk bijna alles langs de deuren wordt verkocht in pick-up auto's en minibusjes. En dan kunt u denken aan groente, fruit, brood en vis, maar ook borden en bestek, kleding en schoenen en zelfs plastic tuinstoelen en kippen. Alles komt langs de deur en dat is heel erg makkelijk voor de mensen die wonen in de bergdorpen. Want veel bergdorpen hebben namelijk geen winkels. En dan is het toch makkelijk als sommige dingen bij je thuis worden afgeleverd. Het water dat op het eiland uit de kraan komt, dat is in principe schoon. Drinkwater. Het wordt door heel veel mensen ook gewoon uit de kraan gedronken. Maar is het wel vrij veel kalk en chloor in het kraanwater. En daar kan niet iedereen... Wie heeft de grootste toeter? Het drinkwater dus. Dat kunt u drinken, maar er zit vrij veel kalk en chloor in. En niet iedereen uit Nederland kan daar even goed tegen. Vandaar dat wij aanraden om als drinkwater toch water uit flessen te gebruiken. Vaak als u uit eten gaat, dan krijgt u karaffen met water geserveerd of ijsblokjes. Dat is gemaakt van gefilterd en gekoeld kraanwater. Dus dat kunt u in principe gewoon opdrinken. En ook voor het tandenpoetsen en dat soort dingen kunt u het kraanwater prima gebruiken. Iets anders over het water is het toiletgebruik. Op het hele eiland Lesbos is het niet toegestaan om toiletpapier door het toilet te spoelen. En daarom vindt u overal een klein prullenbakje dat bedoeld is voor het toiletpapier. En dat is altijd een beetje wennen in het begin. Maar wel heel belangrijk, want de rioleringsbuizen zijn heel erg smal. Van het toiletpapier kunnen grote verstoppingen ontstaan. Ik heb u nog niet voorgesteld aan de chauffeur van vandaag. Dat is Panayotis. Hij gaat u allemaal zo snel, maar zeker ook zo veilig mogelijk naar de noordkant van het eiland brengen. En dit is nog steeds de hoofdweg. Nee, we gaan maat. En u ziet, het is niet altijd makkelijk om hier in de stad rond te rijden met een grote bus. Nee. Maar we zijn de stad bijna uit, nog een heel klein stukje rijden. Ik heb pekjes allemaal hier. Oh, goedjes. Ja, wat is het? Nee, weer.
uurtje later dan in Nederland. Mocht uw horloge nog niet hebben gezet, dan kunt u dat nog even doen. Het is bijna 8 uur. Ziet u daar de bekende bomen van Lesbos staan? En dat zijn de olijfbomen. Het hele eiland staat er vol mee. In totaal zijn er meer dan 12 miljoen olijfbomen op Lesbos. En bijna iedere familie die heeft wel een veldje waar olijfbomen worden verbouwd. En een groot gedeelte van de oogst is voor eigen gebruik, zodat men het hele jaar door de eigen olijfolie kan gebruiken bij het koken en over de salades. En Grieken gebruiken heel veel olijfolie. Een gemiddeld Grieks gezin van 4 personen gebruikt zo'n 120 liter olijfolie per jaar. De olijfoogst die vindt plaats in de wintermaanden. Het begint ermee eind november, eind oktober, begin november. En op sommige delen van het eiland gaat men door met de olijfoogst tot eind april. Niet overal, het ligt er maar precies aan hoe groot de velden met olijfbomen zijn. De olijfoogst op Lesbos gaat nog helemaal handmatig. Men slaat met grote stokken in de bomen. En de olijven vallen dan naar beneden op de netten die onder de bomen uitgespreid liggen. Maar een groot gedeelte van de olijven valt ook naast de netten of in de gaten die in de netten zitten. En al die olijven moeten handmatig worden opgeraapt. Het oprapen van de olijven van de grond, dat is het werk van de vrouwen. En slaan met de stokken is het werk van de mannen. En dan gaan de olijven in grote zakken naar de olijfoliefabriek. En na ongeveer 2 dagen kan men daar dan de olie ophalen. En voor 4 kilo olijven heeft men ongeveer 1 liter olijfolie. Van olijven op Lesbos wordt vooral olie gemaakt. Het is een vrij kleine soort olijf die hier groeit. Hij wordt niet zoveel gebruikt als consumptieolijf, alleen meer voor eigen gebruik. Als u uit eten gaat, dan krijgt u vaak olijven geserveerd die wat groter zijn. En die zijn meestal afkomstig uit Kalamata of Creta. De baai van Jera, de kleinste baai van de 2 baaien op het eiland. De grootste baai is de baai van Kaloni en daar zijn we in ongeveer een half uur. Heel mooi gebied hier rondom de baai van Jera. Het gebied aan de overkant, dat is het zuidelijke gedeelte van Lesbos, dus het mooie groene gedeelte van het eiland. En het gebergte waar u tegenaan kijkt, dat is het Olympusgebergte. En dat is het ene hoogste gebergte op Lesbos. Het is 967 meter hoog. Het hoogste gebergte ligt achter de Molyfos in Petra. En dat is maar liefst 1 meter hoger. Dus 968 meter. In het zuidelijke gedeelte van Lesbos zijn ook veel mooie dingen om te zien. En dan begin ik bij de bergdorpjes. Die zijn namelijk heel anders van sfeer dan de dorpjes in het noorden of in het westelijk gedeelte van het eiland. Het zijn kleine bosdorpjes en sommige dorpjes komt u doorheen, lijkt het net of je jaren terug hebt in de tijd. Mijn favoriete dorp is Ayassos. Het is vrij groot en dat ligt halverwege het Olympusgebergte op 475 meter hoogte. Het is een dorpje waar nog steeds oude ambachten worden beoefend. Houtsnijwerk komt er vandaan en keramiek, borduurwerk. Het is een hele leuke
kleine marktstraat met allerlei oude winkeltjes. Verder heeft het dorpje ook mooie huizen en leuke kleine smalle straatjes. Heel leuk om doorheen te wandelen.